Nou, vandaag gaat het beginnen. Dinsdag, we gaan naar de NEDA in Las Vegas. Ook natuurlijk geen straf. Volgens mij nu de 11e keer dat ik daarheen ga. We hebben een aantal events te bezoeken. We zijn genomineerd voor een AWA Award. We gaan natuurlijk naar de show zelf, naar de opening. En we laten je zoveel mogelijk zien wat we daar meemaken elke dag. En welke informatie heel nuttig is, ook voor de Nederlandse markt. Na een vlucht van ruim 11 uur met een overstap in Salt Lake City zijn we eindelijk dan aangekomen in Las Vegas. Waar we in het Venetian Hotel gaan logeren voor de komende dagen. Woensdag, het is de eerste dag dat we hier daadwerkelijk zijn. De NEDA begint pas morgen, dus we hebben eigenlijk vandaag een vrije dag. Dus we gaan wat leuke dingen doen. We gaan zo meteen met Gerben en de collega's van Marktplaats, Melvin, Alexander en Michiel, gaan we naar een aantal autodealers in Henderson. Dat is het plaats hiernaast, dat is eigenlijk de county, de gemeente van Las Vegas, waar heel veel autobedrijven bij elkaar zitten. En daar ga ik op de Bonnevoy. Of wij gaan op de Bonnevoy daar eens kijken van hoe ze daar de handel doen, hoe ze daar klantcontactcenters doen, BDC's doen, hoe ze daar met leads omgaan, wat de verkopers doen, wat de verkopers allemaal niet doen. Oftewel, ik ga gewoon eens even rondkijken wat we daarvan kunnen opsteken. En vanmiddag gaan we dan met een helikoptervlucht naar de Grand Canyon samen met Gerben, Stephanie en mijn vrouw Olga. En dan gaan we picknicken in de Grand Canyon bij de rivier. Om van daaruit met zonsondergang over de strip te vliegen. Oftewel, is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Zie er ontzettend naar uit om dat te doen. En hou jullie natuurlijk op de hoogte. Hallo! Waar gaan we heen? Wij gaan naar de Grand Canyon in een helikopter. Hebben we zin in? Ja, echt wel. In de middag zijn we op pad gegaan naar de Grand Canyon. Ik heb een bucketlist, zoals misschien veel mensen hebben, van wat zou je nou in je leven willen doen. En een van die dingen was om de Grand Canyon te zien, eigenlijk vanaf beneden. Ik ben er wel eens geweest, maar dan bovenaf. Maar nu met de helikopter was een magnifieke ervaring. Om dan daarbij ook eigenlijk op de bodem te staan om een picknick te gaan doen. Ja, dat zijn dingen die je nooit van je leven meer gaat vergeten. Daarna zijn we rond zonsondergang naar Vegas weer teruggevlogen waar het vliegveld was van de helikopter. En zijn we eigenlijk over de strip gevlogen waardoor je eigenlijk alle lampjes kon zien, alle lichtreclame kon zien. En het was een magnifieke ervaring. Daarna zijn we nog over de strip wezen wandelen. Samen met ook de Marktplaats collega's hebben we nog de fonteinen gezien van de Blood Show. En hebben we de dag afgesloten met een heerlijk diner. De eerste officiële dag van de NEDA vindt zich eigenlijk af in de workshops. De expo gaat pas de dag daarna open, evenals de grand opening. De workshops zijn heel erg van belang. De content die daar wordt gedeeld is gewoon ontzettend leuk om mee te maken. Zowel Stephanie als Gerben als mijzelf hadden allemaal 3 verschillende workshops uitgekozen, zodat we met elkaar 9 workshops hebben kunnen volgen. En 's avonds was het de beurt aan de AWA Award, de Automotive Awards, over de beste ideeën in de online automotive, waar we als DCDW ook een bijdrage hebben aan mogen leveren en zelfs een prijs hebben mogen winnen. Everyone looks up to the US automotive industry. And this particular product has no peer in the United States. Even though you have big companies like Proactive Dealer Solutions and others who have done BDC, training, call accounting, David Kane, Corey Mosley, Joe Webb. There's hundreds of people who have tried to help dealers and OEMs with sales process, call accountability, coaching, lead follow-up. The best single platform I've seen in the world was developed in collaboration with a U.S. company and the team in Holland, which has changed the entire face of OEM sales process in Europe. Congratulate the team at DCDW, Paul DeVries, and the folks at Call Trip for their call coaching platform. She was smart, she didn't jump in the front. Hey,
De tweede dag van de NADA is eigenlijk de leukste dag. Je hebt de Grand Opening en je hebt ook de opening van de Expo. En de opening van de Expo die is zo geweldig met zoveel muziek, zoveel herrie, dat je zelfs mezelf niet kan verstaan als ik een video probeer op te nemen. Zo ontzettend leuk is dat, wat er allemaal gebeurt op zo'n expo. He, je ziet ontzettend veel aanbieders van verschillende zaken, wat alles wat met automotive te maken heeft. Dat zijn online bedrijven met websites, met marketing, met allerlei soorten lead management systemen. Maar dat zijn ook gewoon wasstraten. Ontzettend leuk om mee te maken. 'S middags heb je de Grand Opening. En dat gaat echt op zijn Amerikaans. Dus het volkslied wordt gezongen. De Time Dealer of the Year wordt bekendgemaakt. En ook altijd een A-ster uit Amerika die komt langs om een verhaal te doen. In dit geval een dame van Fox News, wat ontzettend bekend is in Amerika over haar verhaal, over haar ervaringen met de verschillende presidenten. Dag 3 van de NADA gaat eigenlijk over de workshops die nog steeds plaatsvinden. Hey, we zijn hier op de Coldrip stand op de Expo. We zijn op dag 3 van de NADA 2022. En de Expo voor is ontzettend groot met allemaal verschillende zaken. Je hebt hier wasstraten, je hebt hier spuitcabines, je hebt hier Ford, Toyota, Stellantis en stands voor de dealers. En je hebt natuurlijk ook de Coldrip stand waar we nu staan. En waar we de reseller van zijn. En wat ook leuk is, is dat ook heel veel Amerikaanse dealers heel veel willen weten over onze zes-stap programma tot een betere leadopvolging. Ik ga er bijna Engels op praten, omdat je dat eigenlijk continu hier doet. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Ik heb met ontzettend veel mensen ook kennis gemaakt, onder andere met de CEO van een dealergroep, 150 dealerschap van Warren Buffett. Heel ander gesprek, heel leuk gesprek ook over, nou ja, over de dynamiek die hun doen. Hun willen voornamelijk verzekeringen verkopen via dat oude bedrijf. En dat is ook een hele andere manier van benaderen. En al met al is dit natuurlijk wel een beurs waar je heel veel ideeën krijgt. Iemand had het over Amway. Nou, Amway, daar weet ik iets van. En dan denk ik ook weer van, als dit het is, dan kan ik dat en dat en dat doen. Of denk ik in iets heel anders. Oftewel van, het geeft heel veel inspiratie om de dingen te kunnen doen die we doen. Dus we hebben zo meteen nog een heel groot event in de grote hal. Daar zul je zo meteen ook een paar video's over zien. Over de NFL, een American Football Star, over zijn verhaal. En dan hebben we morgen natuurlijk nog de afsluiting. En dan zitten de 4 dagen er eigenlijk al weer op. Dus het gaat eigenlijk ontzettend snel. Ik zelf loop dan graag over de expo, want dan is het net wat rustiger om toch de laatste updates te kunnen verkrijgen over online automotive, de marketing, lead management systemen en CRM's. In de Grand Hall, waar de grote opening ook was, gaat ook de nieuwe voorzitter van de NADA een State of the Union geven over de toekomst van de automotive, vooral in Amerika. Tezamen met een presentatie van een NFL superstar over zijn ervaringen in de sport in combinatie met de business. The only thing I can do is carry in the joy that I have for what I do and the people that I do it with and for. And I know for you, I mean business, supply issues, you know, all the different things that the automobile industry is going through right now. And it seems daunting, of course, seems never ending. Everybody's waiting to see what's going to happen. But you can only control what you can control. Ja, het is nu de ene laatste dag, de derde dag, eind van de middag, zo'n beetje 4 uur. Op de main stage is er nog een presentatie bezig van een NFL-speler. Ik ga nu nog naar een aantal stands toe, want nu is het rustig. En dus nu heb ik alle tijd om met een aantal mensen te kunnen praten. Wat mooi is, is dat ze een hele nieuwe vleugel hebben aangebouwd hier aan het pand. He, dat kost je gewoon 15 minuten wandelen van de ene zaal naar de andere zaal. Maar goed, het is wel mooi hoor. Kijk, hier zie je aan de achterkant, ja, eigenlijk de westkant. En dan zie je hier eigenlijk aan de andere kant de noordkant. En met de bergen op de achtergrond. En dat is gewoon mooi om te zien. En het is wel continu lopen. Ik heb gisteren 16.000 stappen gedaan in 1 dag. Alleen op de beursvloer. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook gezond.
ook een van onze vaste DCDW-presentatoren, David Enkenen, was uiteraard op de beurs te vinden. Hier zie je hem eigenlijk op de stand van Tekion een aantal dealers eigenlijk een interview vragen wat ze van de systematiek vonden en vinden en hoe dat systeem, dat bedrijf, het leven van de dealers makkelijker maakt. Kijk, nu is het zondag en op zondag is het altijd ontzettend rustig al hier. Ik ben samen met Michiel. Michiel aan de andere kant van de camera. Ga ik altijd mee op zondagochtend. Want nu heeft iedereen wel tijd. En dat zie je ook, zeg maar. Er is niemand hier op de beurs. Alleen maar de personeelsleden eigenlijk van de verschillende stands. Waardoor je daadwerkelijk ook tijd krijgt om dingen te vragen. Om dingen te bekijken. Om dingen te onderzoeken. Of om met mensen in contact te komen. Je ziet ook overal wel de koffers liggen en dergelijke. Dat mensen ook zo meteen weggaan. Wij gaan zo meteen ook weg om een uurtje of 12. Maar goed, hè, de zondag geldt het wel een van de belangrijkste dagen van zo'n NIDIA. Het zit erop. 6 dagen Las Vegas. Echt waanzinnig. Ik kreeg de kans van Paul en Gerbo om mee te gaan naar de NADA 2022 hier in Las Vegas, Sin City. Ik sta nu op die airport. Klaar om naar New York te vliegen voor een paar privédagen vrij. Maar wauw, wat een ongelofelijke paar dagen. We hebben zoveel geleerd, zoveel leuke mensen gezien, gesproken. We hebben het gehad over opleidingen, over sales training. En het is natuurlijk met name voor mij heel interessant om te zien hoe gaan ze daar hiermee om. Hoe motiveer je nou eigenlijk je team? Welke middelen kun je daarvoor inzetten? Met name ook hoe maak je je trainingen leuk en interactief? En zeker, wat is de belang van de buy-in op managementniveau? En dat zien we toch ook wel iedere keer op de Nederlandse markt, dat dat steeds belangrijker wordt. Je kunt mensen trainen, je kunt je verkopers trainen, maar op het moment dat je niet een management buy-in hebt, ben je gewoon nergens. Daarnaast hebben we hele gave sprekers gezien, gehoord. Dana Perino, journalist, heeft gewerkt voor President Bush. Ja, heel gaaf om die inside stories te horen. En Michael Strahan hadden we gisteravond op de main stage. Een NFL-speler. En ontzettend veel inspiratie gekregen, met name over het waarderen van de mensen om je heen. Mensen om je heen maken je sterk, geven je de kracht om te doen wat je kunt doen. En dat is ook gaaf om te zien binnen DCDW, dat we gewoon de kans krijgen om onszelf te ontwikkelen. Nou, dat is iets wat Paul heel goed geleerd heeft. Nogmaals, echt één grote wauw. Geen andere woorden meer voor. We gaan nu lekker even een klein beetje uitrusten, want 9 uur tijdsverschil is best heel erg veel. We begonnen net een beetje in het ritme te komen, maar het gaat goed komen. Dus we gaan straks weer alles meenemen naar de Nederlandse markt en we houden jullie heel graag op de hoogte. En na een vlucht van 9 uur, een directe vlucht nu vanuit Vegas, landen Gerben en ik veilig weer op Schiphol. Nou, dat was hem dan. Hè, Las Vegas 2022. Het is bijna 12 uur. We zijn nu in Ede bij de DCDW. Het was een lange dag. 24 uur nu op pad, ruim. Slecht geslapen ook in het vliegtuig. Dus ik ga nu wat mailtjes doen. De teamleden van de DCDW gedag zeggen. En daarna ga ik naar huis. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vonden om eens een keer mee te kijken wat er allemaal gebeurt op zo'n beurs. En uiteraard gaan we volgend jaar weer. Overigens in april gaan we nog naar een event David Kane en Friends waar ik een presentatie mag doen. In oktober weer terug naar Las Vegas voor de Digital Dealer. Daar mag ik ook een presentatie doen. Oftewel, we zijn nog lang niet klaar.